TC promoveerde al 2 weken geleden naar de nieuw te vormen tweede divisie, maar wilde het seizoen in stijl afsluiten en dat gebeurde. Met winst op AFC uit Amsterdam. TC sluit daarmee de competitie af op de tweede plaats, een meer dan puiken prestatie van de Tielse Eendrachtscombinatie. Met 16 overwinningen behaalden zij ook nog eens de meeste overwinningen in de topklasse zondag. Dames en heren, gisteren hartelijk welkom. De ploeg van AFC en TC onder begeleiding van de verkeur van de week, Jury van Temmel. Allereerst de opstellingen van beide ploegen. We beginnen met TEC. Op doel Van der Sman, Takasawa, Alles Kan van Inge en Vierek in de achterhoede. Rotjan Bousbiba en Noël Sanaki op het middenveld. En de voorhoede van TEC wordt gevormd door Nouri, De Wind en Joël Sanaki. Dan de opstelling van AFC uit Amsterdam. Santos op doel, Moulet, Galata, Goedkoop en Willems in de achterhoede. Teuns, Van den Brink en Cabezas op het middenveld. En Jesse, Kluin en Grootvaam in de voorhoede. In eerste instantie zag het er niet naar uit dat TEC gemakkelijk van de Amsterdammers zouden gaan winnen. Wel schoot TEC nog goed uit de startblokken via de razendsnelle dood Bousbiba. Zijn inzet ging echter voorlangs. Hierna was AFC gevaarlijk. Na 5 minuten schoot Marinus Willemsen uit kansrijke positie hoog over. Geklungel van doelman Sebastian van der Sman liep goed af na 10 minuten. In de 12e minuut haalde Matthijs Jesse uit, maar ook hij zocht het doel te hoog. De beste Tielse aanval was na 19 minuten. Joël Sanaki bediende Curtly De Wind, maar dienstvoorzet ging aan iedereen voorbij. Het dichtst bij een doelpunt was Bousbiba na 26 minuten. Zijn solo langs enkele verdedigers van AFC eindigde echter op de binnenkant van de paal. Na 35 minuten was het wel raak. Uit een omschakeling verraste Curtly De Wind de Amsterdamse doelman Tamba Dos Santos in de linkerhoek met een lepe schuiver 0-1. Het was zijn 11e treffer dit seizoen, 1 meer dan Jip Bartels, die geblesseerd aan de kant bleef. Na de hervatting kreeg AFC 2 schotkansen die niet besteed waren aan Guido Mele en Mitchell Maurice Teuns. De tweede helft was rommelig. Wel bleef Daoud Bousbiba een regelrechte plaag voor de Amsterdammers. Aan het slot van de wedstrijd wisselde trainer Frits van den Berg doelman Van der Sman nog voor Christian Daan. Hij speelt namelijk volgend seizoen voor Bennekom en verlaat TEC. Tweetal is ons in het team bij TEC met nummer 1 Sebastian van der Sman. Wordt vervangen door nummer 20 Christian De Haan. En de nummer 16 Daoud Bousbiba wordt vervangen door nummer 21 Romein Stolrap. Dames en heren, namens de bestuurder van de voorbereiding AFC en TEC bedankt voor uw aandacht bij deze wedstrijd. En we zien u graag allemaal volgend jaar hier weer terug als we dan voor de tweede divisie met z'n allen gaan voetballen. Dames en heren, we zeggen ze nog één keer dank. De jongens van het eerste elftal van TEC en gefeliciteerd met jullie promotie naar de tweede divisie. Frits van den Berg, het seizoen zit erop en wederom een wedstrijd gewonnen hier, niet van de minste AFC, 3 punten in de zak. 3 punten in de knip en dat was het uitgangspunt. We hebben gezegd, we gaan niet even een wedstrijdje lekker uitspelen. Nee, we gaan echt voor die 3 punten. We willen tweede worden, tweede blijven. Nou, en dat is gelukt, hè? Dat is gelukt en dat leefde bij de jongens ook. Ja, de jongens spelen ook nog eens een keer voor de premie, dus we gaan niks weggeven, toch? Als we het eerste seizoen eventjes, dat jij hier werkzaam bent, beschouwen, wat vond je ervan? Ja, dit is voor mij is een droomseizoen geworden voor mij. Uiteindelijk is het zo dat ik mijn hele trainersloopbaan
heb ik altijd graag bij een betaalde club willen werken. En dan moet je je voorstellen, nou word ik zo meteen 65 in juli. En dan gaat het nog gebeuren ook. Ja, en hoe? En hoe? Ja, dus voor mij is dit gewoon een jongensdroom. En punt 1 ben ik heel blij met deze selectiegroep. Want dit is natuurlijk een geweldige groep om mee te werken. Daarnaast heb ik een aantal geweldige mensen om me heen waar we ons werk mee doen. Nou ja, dat is voor mij alleen maar heel prettig werken. En dus ik kan alleen maar zeggen van ik heb gewoon een topseizoen gehad bij Tech in mijn eerste jaar. Geweldig. Volgend seizoen, die tweede divisie, nou daar gaan we toch ook wel weer meedoen, of niet? Ja, maar het is toch een ander verhaal. Kijk, in de hele situatie rondom de club, we zijn nog steeds een amateurclub. Hè? In ons doen en in ons denken ook. Hè? En ik denk dat daar ook stappen gemaakt moet worden. En dat doet natuurlijk bestuur alles aan. Maar daarbij komt dat je in je organisatie, en noem ik maar een heel simpel voorbeeld, wedstrijdanalyses maken, tegenstanders bekijken, dat ook professioneler aanpakken. Maar nu is het vaak nog beelden bekijken, hè, op YouTube. En dan kan ik wel gelukkig heel veel beelden bij elkaar knippen. Maar als je echt in het stadion zit, echt bij een wedstrijd bent, dan zie je wat er echt gebeurt. En het mooiste is als je dan een week van tevoren naar je tegenpartij kunt kijken. En dat gaan we wel organiseren. We gaan zo meteen misschien wel 15, 20 wedstrijden op zaterdag spelen. Dus dat moet wel voor elkaar komen. En hoe we dat gaan doen, ja, dat weten we nog niet. Dat moeten we op gaan lossen met z'n allen. Nou, in ieder geval eerst die zomerstop. Ja. Lekker genieten en op naar de tweede divisie. Ja, maar de zomerstop is niet zo lang voor deze groep, hoor. Ze gaan gewoon maar 8-9 dagen meer vrij, nu. En 25 mei, dan staan ze hier weer. Want we gaan ons voorbereiden 4 weken lang tot 15 juni. Op de tweede helft van de competitie. En dat begint al op 25 mei. Want we hebben de voorbereiding in 2 blokken gesplitst. Dus er moet echt nog wel gewerkt worden. Aan de bak. Ze zijn nog niet klaar. Ilias Roodjan, jij bent man of the match geworden. En dat moet jou plezier doen. Ja, heel fijn. Heel fijn. Zeker om het seizoen zo te eindigen. Gezien het feit dat ik niet lekker startte. Extra mooi om het zo te eindigen, ja. Ja, je hebt een moeilijk of een makkelijk seizoen gedraaid voor jouzelf vanuit jouw oogpunt? Moeilijk. Ja, start natuurlijk niet. Ik ben natuurlijk in het begin lang eruit geweest, dus ik moest echt wennen aan Tech. Maar ik ben blij dat ik de laatste 3-4 wedstrijden gewoon heb kunnen spelen. Nou, met name gaf je jouw visitekaartje af bij VVSB uit, hè? Maar ook vandaag weer een hele degelijke pot. Klopt. Ja, VVSB was lekker. Vooral omdat een wedstrijd was een volle bak. Heel veel mensen daar, je komt erin volle adrenaline. Dus dan moet je mee in tempo, dat ging heel fijn. En dat heb ik vol kunnen houden tot deze wedstrijd. En mooi dat ik het heb kunnen bekronen met een man of the match titel eigenlijk. Hey, en je blijft volgend jaar dus ook weer die uitdaging, de tweede divisie. Ja. Ik ben benieuwd. Hoe het gaat, hoe we stand gaan houden. Nou, we gaan jou daar veel succes bij wensen en nogmaals gefeliciteerd. Dank je. Sebastian van der Sman, de laatste wedstrijd. We kunnen terugblikken op een mooi seizoen, hè? Fantastisch seizoen. Had je dat van tevoren zo ingeschat? Nee, absoluut niet. Nee. De eerste 7 is natuurlijk een grote kans om te promoveren. Een kans die je niet moet laten lopen. Maar ja, we gingen het seizoen in van handhaven. Topklasse, mooie competitie. En naarmate het seizoen vordert, dan proef je toch van we kunnen bij de eerste 7 komen. En dat hebben we toch gehaald. Dat is echt geweldig. Ja, nu uiteindelijk 2e geëindigd en op een haartje na nog kampioen. Ook daar gaan we het verder niet over hebben. Waar we het wel over gaan hebben is dat we met de sportredactie kort bij elkaar hebben gezeten. En er is een man of the match uitgekomen voor het hele seizoen. Oftewel man of the year. En 3 keer raden wie dat is. Nou, vertel. Dat is de man die tegenover me staat. Dat ben jij, Sebastian van der Sman. Gefeliciteerd. Ja, nou, dankjewel. Heel leuk. Je hebt natuurlijk fantastische wedstrijden gekiept en met name ook constant, hè? Ja, ik heb een lekker seizoen gedraaid. Ik heb hele goede wedstrijden gespeeld en ik heb weinig slechte wedstrijden gespeeld. En constant. En dat is wel prettig voor mezelf en ook voor het team, denk ik. Wat was voor jou het hoogtepunt? Nou, het hoogtepunt is dat we gewoon 2e divisie veilig gespeeld hebben. Nee, maar als we even kijken naar wedstrijden. Uit VVSB. Uit VVSB, eerste helft lekker gespeeld. Thuis ook hier, geef je nog een assist. Die winnen we met 2-1. Maghreb uit. Maghreb uit, EVV uit, stop je penalty. Ja, zoveel wedstrijden. Maar ja, we hebben een heleboel spelers die af en toe geëxceleerd hebben. En dat, ik ben gewoon blij dat we als team gewoon echt een fantastische prestatie neer hebben gezet. En goed voor iedereen, denk ik. En dan volgend jaar die tweede divisie. Ja, volgend seizoen 2e divisie.
Ik ben heel benieuwd wat er dan allemaal op ons af gaat komen. Ik ben heel benieuwd naar het verschil tussen zaterdag en zondag topklasses. Of je dat echt gaat zien. En, ja, en de BVO's, hè, kijken wat die kunnen brengen. Want ja, ze zijn wel wat jongere jongens, verwacht ik. Of dat zijn jongere jongens. Alleen die trainen wel 5, 6, misschien wel 7 keer in de week. En dat verschil, ben ik benieuwd of je dat gaat zien. Nou, Tielse sprookje, ga door. Ja, we gaan deze lijn doorzetten, absoluut. Doet Boes Biba, dit was de laatste wedstrijd voor jou voor TC. Ja, als het goed is, was dit mijn laatste wedstrijd. Je hebt het ook genoeg laten zien, hè? Je bent weer eigenlijk terug daar waar je was. Althans, zit je op 90%? Ik zit op denk 80%. Ik ben nog niet helemaal topfit, maar ik heb wel 90 minuten in mijn benen. En mijn vorm die is zeker in dit half jaar is het zeker teruggekomen. Dus ja, fit. Als we kijken naar dit half jaar, hè, hoe heb je dat zelf ervaren? Ja, in het begin dacht ik nog, toen Gerrie me belde, dacht ik nog ja, topklasse. Ja, ik weet niet, ik kom van Ajax en dus ik twijfelde nog een beetje. En ja, toen ik hier was en eigenlijk meetrainde en alles eromheen, ja, voelde het goed en het niveau was ook redelijk. Dus het was gewoon te doen en de jongens die hebben me goed ontvangen en iedereen eromheen. Dus ja, het was een goede halfjaartje hier bij TEC. Ja, het publiek heeft van je genoten. Je komt nog regelmatig een keer langs, althans als je zelf niet hoeft te voetballen. Ja, zeer zeker, tuurlijk. Heb je al enig idee waar je gaat voetballen? Nee, het is nog niet bekend. Nog niks concreets. Dus ja, ik wacht nog even af en zie ik wel. En we gaan je daar in ieder geval veel succes bij wensen. Dankjewel. Rendel Sjakisson, nieuwe speler van TSC, maar nu nog in dienst bij AFC, hè? Ja, dat klopt. De laatste wedstrijd heb jij niet meegespeeld, waarom niet? Ja, enigszins hebben we het al gehaald, ons doel. Tweede divisie en andere jongens konden spelen, dus hebben hun de speeltijd gekregen. Hoe komt een jongen uit Amsterdam in Tiel uiteindelijk verzeild? Kun je dat vertellen? Ik ben gebeld door Gerrie Vink. Goed contact gehad, we hebben gesproken over de club. 2 gesprekken gehad en ja, de ambities van de club besproken. En dat sprak me zeker aan en ben ik erover na gaan denken. En ja, volgend jaar ben ik hier te bewonderen. Hey, jouw achtergrond, vertel daar eens over. Ik heb 3 seizoenen bij AFC gespeeld. Daarvoor heb ik een jaar FC Emmen. 2 jaar Fortuna Sittard en jeugdopleiding bij Ajax doorlopen. En dan nu de volgende uitdaging, TSC en Tiel. Ja, dat is een leuke uitdaging. Je ziet dat de ploeg van de topklasse ja, een underdog was. Maar ze doen heel goed mee. Nou, tweede geëindigd. Dat had niemand verwacht. Dat is een sprookje eigenlijk. Hè? Ja, een mooi sprookje. Ik denk dat je er heel trots op mag zijn. Nou, dan ben jij volgend jaar de nieuwe prins. Zullen we dat afspreken? Ja, laten we hopen. Ik ga mijn stinkende best doen voor de groep. Het is een collectief verhaal. Dus ja, laten we een mooi seizoen volgend jaar weer maken. Dan de uitslagen van de wedstrijden gespeeld op 16 mei. De treffers Sneekwit-Zwart 6-1. OJC Rosmalen JVC Kuik 1-4. Koninklijke HFC VVSB 3-1. HSC 21 UNA 1-1. HBS EVV 2-0. TSC AFC 1-0. En Maghreb 90 Hercules de Utrechtse derby 0-0. De eindstand van de topklasse zondag. FC Lien de kampioen met 53 punten. TSC op de tweede plaats met 1 punt minder, 52 punten. De Koninklijke HFC uit Haarlem, 49 punten. De treffers uit Groesbeek, 48 punten. VVSB, 47 punten. AFC uit Amsterdam op de zesde plaats met 44 punten. UNA op de zevende plaats en HC 21 ook op de zevende plaats. Maar die moeten nog een beslissingswedstrijd spelen. En daaruit zal blijken wie er overgaat naar de tweede divisie. Volgend seizoen zijn wij weer met nieuwe afleveringen van TSC TV. Dan in de tweede divisie. Tot ziens.